We hebben gezorgd dat op iedere gebruiksaanwijzing over Asselt de Netherlands staat. Dus wij hopen nu dat ze in Amerika denken dat over Asselt een hele grote stad is. House of Tol uit Overasselt is een van de winnaars van de ondernemerspitches Rijk van Nijmegen. Ze bedenken producten die duurzaam leven makkelijker maken. Nou, dat kan bijvoorbeeld iets zijn om je planten makkelijk water te geven op een natuurlijke manier. Of iets waardoor je met minder bloemen een mooi boeket kunt schikken. Maar het kan ook zijn iets waardoor je je fruit en groenten beter kunt bewaren, zodat je minder hoeft weg te gooien. Wij ontwerpen eigenlijk altijd dingen omdat we zelf een probleem tegenkomen dat we op willen lossen. En wij merkten dat, ondanks dat we daar heel bewust mee om proberen te gaan, dat we toch nog best wel vaak fruit en groenten dat overrijp was, weg moesten gooien. Daarom werd de bijzondere Patera Magna bedacht. Ja, dit is de Patera Magna. Het belangrijkste is, we hebben hieronder vakken gemaakt waar je rijpende fruit- en groentesoorten in kunt bewaren. Dus bananen hebben we hier, maar ook appels en tomaten. En die bewaren we los van andere fruit- en groentesoorten, omdat die ethene uitstoten tijdens een rijpingsproces. En dat is een gas dat alles in de omgeving vertelt mee te rijpen. Dus dat wil je eigenlijk een beetje weghouden, want anders dan wordt je hele fruitschaal overrijp. En het is in terracotta, dus je kunt hier in het midden kun je het vullen met water. Dat water trekt dan in de buitenwanden en dat verdampt hier in dat poreuze gedeelte. En door die verdamping zorgt het voor een actieve natuurlijke koeling, dus verdampingskoeling. Dat wordt ook in heel veel landen nog steeds gebruikt. Patera Magna bezorgde de winst, maar er zijn meer innovatieve producten. Nou, we hebben bijvoorbeeld de Flower Constellations gemaakt. Dat zijn messingschijfjes die je in verschillende vazen kunt passen met een gatenpatroon, waardoor je met minder bloemen heel eenvoudig een boeket kunt schikken. Dus je kunt bloemen gebruiken uit eigen tuin of die je los uitzoekt. En je bloemen blijven ook iets langer goed, omdat ze wat meer afstand tot elkaar hebben. Die hebben we in 3 maten. En dan hebben we ook nog Waterworks. En Waterworks is een natuurlijk watergeefsysteem met een terracotta staak die je in de aarde steekt, waar het water op natuurlijke manier doorheen trekt, want die is deels poreus en met een glazen reservoir erop. En dat is eigenlijk ons eerste product dat we samen hebben uitgebracht. En Waterworks wordt nu zelfs ook in Amerika bijvoorbeeld verkocht. En we hebben gezorgd dat op iedere gebruiksaanwijzing over Asselt de Netherlands staat. Dus wij hopen nu dat ze in Amerika denken dat over Asselt een hele grote stad is. Het piepkleine Overasseltse bedrijf heeft flinke ambities. Wij zijn dit project gestart in 2019, dus eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. En de Poma Olera collectie wordt dus ook nog uitgebreid. Dus nu hebben we de Patera Magna en Patera Media, maar we zijn ook de Patera Matura aan het voorbereiden. En dat gaat juist weer over hoe je bijvoorbeeld een avocado of een mango iets versneld kunt laten rijpen, zodat je hem eerder kunt eten. We willen dat heel graag ook wereldwijd gaan uitrollen met een producent. Want nu maakt Thomas alles nog zelf. Dat zie je hierachter. Dat is heel mooi en heel tof, maar dat kost tijd. En we kunnen eigenlijk de vraag op dit moment niet aan. Jana heeft nog wel wat tips voor andere startende ondernemers. Zet door. Doorzettingsvermogen is belangrijk. Geloof in je eigen product en in je eigen idee. En zorg ook dat het 100% klopt. Voor jezelf in ieder geval. Denk na over hoe iets gemaakt kan worden en dat het betaalbaar blijft. En ga er vooral mee door, zou ik zeggen.